ingestopt. En datzelfde browser-element, dat komt dan onder dat veld, komt dat te staan in beeld, want dat is het document wat je wilt zien. Dus hier zie je dat adresveld bovenaan. En dat browser, dat is dat hele grote documentveld. Dus in feite is deze grafische specificatie, als je dit stript tot het hoogst noodzakelijk, is dit eigenlijk ook maar twee elementen. Dat veld erbovenin en de rest van het scherm is het document. Nou, en er zitten dan wat parameters omheen om dat op de juiste manier aan elkaar te hangen. Nou, dat begint dan iets ingewikkelder te worden. Maar als je dit als domeinexpert nodig hebt en gewoon af en toe gebruikt in je werk, nou, dan zijn dat typisch van die dingen die leer je gewoon in een jaartje. Na een jaar hoef je hier gewoon niet meer over na te denken. Dat leert de ervaring. Maar als jij niet zo simpel kunt beginnen, ja, dan begin je er gewoon nooit aan, waarschijnlijk. Alleen de echte power users. Nou, dus dat is de eerste link die ik met vandaag gemaakt had met documenten. Een PDF viewer. En het tweede voorbeeld is een ODF viewer. En daarvoor gebruik ik een open source raamwerk van Jos daar, die daar dadelijk nog wat meer over gaat vertellen. En dat is een raamwerk wat in webbrowsers draait. Dat is dan in JavaScript geprogrammeerd, want dat moet in webbrowsers, dat kan niet anders. Maar ik wil daar weer op deze manier iets makkelijkers overheen leggen, wat je ook in elkaar kunt pluggen. Want net als dat grote overzicht van al die elementen, het nut hiervan is om dit op een iets lager niveau aan te pakken, is dat jij dan zelf al die elementen met elkaar kunt combineren. Dus je ziet nu een PDF-viewer, maar ja, je kunt daar een heel ander programma van maken, waar bijvoorbeeld een deeltje van het scherm een PDF-document toont. Nou, dat willen we met ODF graag ook doen. En dat web-ODF draait in een webbrowser. En nou heb ik een webbrowser had ik al gemaakt. Ook weer gebaseerd op zo'n hele ingewikkelde webbrowserbibliotheek. En hier zie je net als met die PDF-viewer, zie je dat je hier op een hele soortgelijke manier in één schermpje kun je daar een eigen webbrowser omheen programmeren. Nou, en toen ik dat gedaan had, toen schoot het me opeens te binnen. Van ja, maar hoor eens, dan kan ik Jos zijn webraamwerk daar ook wel inladen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus dit is een variant van die webbrowser, waarin Jos zijn ODF-viewer geladen wordt. Maar met mijn grafische uitzien eromheen. Dezelfde manier. En hier zie je weer op dezelfde relatief eenvoudige manier dat je in één pagina kun je die webbrowser kun je ombouwen tot een ODF browser van jezelf. En daar moet ik wat dingetjes voor opstarten, want omdat dat dan in een webbrowser is, is dat allemaal heel ingewikkeld. Dus dan moet ik, om dat werken te krijgen hier lokaal, moet ik daar lokaal een webservertje voor opstarten. Dat doe ik hier uit de terminal. En als ik dan een proceslijst opvraag, dan zie je als laatste, bijna als laatste processen. Och, dat krijgen jullie helemaal niet op het scherm. Nou, als ik een beetje scroll. Dan zie je hier aan die Cheyenne processen. Er lopen 5 processen, dat zijn die webbrowser die ik net heb opgestart. En dan heb ik dat ODF viewertje wat ik net liet zien. Dat had ik hier al gecompileerd. Dat is de ODF viewer. Die valt wel buiten jullie beeld. Kijk, en die doet er al een paar seconden over om op te starten. Want daar zit een hele webbrowser onder. Dus het programmaatje wat wij geschreven hebben is heel klein. Maar er zit wel een hele grote motor onder. Dus die doet er dan ook echt een paar seconden over om te laden. Nou, je ziet dat dit precies dezelfde opbouw heeft als die PDF-lezer, maar dat kun je allemaal veranderen. Omdat je zelf controle hebt over die grafische elementjes. Je ziet hier weer die adresbalk, die hier in een webbrowser natuurlijk echt heel nuttig is. Want zo werk je met een webbrowser. En als ik hier nou bijvoorbeeld iets verander aan dat adres, dan zie je ook dat het dan niet meer klopt.
Dan gaat hij naar een niet bestaande pagina. En dan geeft hij die webserver die ik net lokaal heb opgestart, die zegt dan, ja, kan ik niet vinden. Dus als ik dat weer terugzet, dan laat hij dat voorbeelddocumentje weer. Want net als bij die PDF heb ik er een voorbeelddocumentje in gezet wat bij WebODF hoort van Jos. Dat zie je hier dus weer een beetje buiten beeld. Maar net als, als die PDF-lezer heb je hier een ODF-lezer die je binnen in een webbrowser draait. En die webbrowser die daaronder zit, die is wel heel groot. Maar ja, die heb je in een computersysteem tegenwoordig toch nodig. En dat programmaatje wat we daar bovenop gemaakt hebben, dat is echt ultiem klein. Dat is 21 kilobyte voor de programmeurs. En ja, daar zit gewoon een hele webbrowser in, of die PDF-lezer. Nou, in dit geval leest dat dan nog dat WebODF-raamwerk van Jos erbij in. Dus dat komt dan wel allemaal bij in te zitten. Maar ja, daar heb je als domeinexpert niks mee te maken, want je programmeert gewoon in die enkele tientallen regels. Heb je een lokale server nodig, begrijp ik? Nou, dan wordt het verhaal een beetje technisch. Maar wat we al gemerkt hadden, dat WebODF is in principe bedoeld om op webserver te zetten. En als ik iets raars zeg, dan moet Jos maar roepen. Maar jij hebt een paar lokale versies gemaakt en die zijn anders. En je hebt een Qt-client gemaakt waar ik naar heb zitten kijken, want zo wou ik het eigenlijk ook doen. Ja. Qt is een concurrerende bibliotheek van die GTK die ik hier gebruik. En een webbrowser die hoort niet bij jouw lokale bestanden te kunnen, want dat zou een gigantisch beveiligingsgat zijn. Maar jij wilt hier een ODF-document van jouw harddisk laten zien. En dat doe je in een webbrowser, dus dat kan eigenlijk niet. Dus wat mensen daar normaal voor doen, is dat je dan, dat werkt alleen als dat document op de webserver staat. En als je dan geen webserver wilt gebruiken, of in elk geval niet via het internet wil werken, dan moet je die webserver op je lokale machine draaien. Dat heb ik hier dus net gedaan. En dan werkt het alsof dat ODF-document op de server staat en dan staat die webbrowser dat toe. En wat Jos gedaan heeft in dat Qt-programma, en ik neem aan ook in die Android-apps en zo, ik zag dat je een beetje een rare truc hebt uitgehaald door een deel van die webbrowser te vervangen. De Network Access Manager of zo. Ja. En de input-output, waardoor die browser een beetje voor de gek gehouden wordt. Dat je toch lokale bestanden min of meer kunt inladen. Ja. Met beperkingen staat er ook nog ergens bij. In dat kan bij bijna alle. Dat kun je op macOS kun je dat doen, dat kan op Android. Ja. Je kunt bij de meeste browsers kun je, als ze vragen naar een netwerkadres, kun je zeggen van oh, als het dit adres is, dan lees maar dat bestandje van haar schijf. Ja, nou daar heb ik geen verstand van. Dus om deze demo werkend te krijgen, heb ik besloten om dat op de manier te doen waardoor het meestal gedaan wordt, brute kracht, door gewoon lokaal een webserver te draaien. Dus als je dit wat geavanceerder maakt, dan heb je die webserver lokaal niet meer nodig. Maar die webserver die ik hier gebruik, die is in Rebel geprogrammeerd, die taal waar we op ons baseren. En die is heel klein en handzaam en heel makkelijk lokaal te installeren. Dus dat is ook wel acceptabel. Nou ja, vanwege de tijd wou ik het hierbij laten, want dit waren de twee grote demo's. En je ziet dat je dus hele complexe functionaliteit die de techneuten dan gemaakt hebben, nou ja, dat is dan eenmaal zo, dat je daar een veel abstractere gebruikerslaag overheen kunt leggen waar power users en domein experts met een beetje oefening mee uit de voeten kunnen. En om dat te kunnen doen is het essentieel dat jouw programmeertaal begrijpt dat code en data eigenlijk hetzelfde zouden moeten zijn. En eigenlijk veel dichter bij elkaar liggen dan het in de meeste programmeertalen voorgedaan wordt. Dat is het punt wat ik voornamelijk wou overbrengen. Ik wil voorstellen, als er om een of andere reden nog vragen zijn, om dat een beetje pauze naar de volgende presentatie te doen. En, dus Kai, ik wil je heel erg bedanken voor je gegeven. Dan wil ik vragen of Maarten Brinkerix zich klaar wil maken.
Dankjewel.